So, I don't know who needs to hear this, but you're a queen. Like, you're the bomb, okay? You got this. You're the queen of the universe, who won the world. You run the world, girl. Get it together. Don't forget to love yourself, always. So, hey guys, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker pasta eten. Ik heb hier een heel grote bord pasta met kip hier zo on the side. If you can see that, it's steaming. En ik heb best wel honger. Ik heb hier een hele grote mason jar met siroop. Heerlijk. Ik ga even een paar happen eten, want ik heb best wel veel honger. Ik heb niet zoveel gegeten vandaag. Je hebt het echt heet gemaakt. My head is kind of chopped off today. Heerlijk. Alright then. Yo.
Ik moest even chappen. Oké, zo. First of all, mijn haar ziet er weer anders uit. Ik heb het donkerpaars gemaakt. En het is nu echt lekker zacht en fluffy. En ik heb product erin en zo. Maar jullie weten, ik praat normaal nooit over politiek op mijn kanaal. Because I ain't into it like that. But thank the Lord that that man is not the president no more. Okay. Thank you, Jesus. Bye, bitch. Next. Okay. Waar gaan we het over hebben vandaag? Iemand had mij vragen gesteld. Volgens mij onder mijn laatste video. Of twee video's daarvoor. Een van de vragen die zij vroeg was. Hoe ga ik om met toxic relationships? Girl, I don't get in toxic relationships. Want toxic relationships zijn gewoon, je moet je ontwijken als de dood. Want het enige wat die relaties doen is zuigen je energie. And girl, you ain't getting your time back. Like, een van de kostbaarste dingen die je hebt is tijd. En als iemand je tijd verspilt of negatief is of gewoon toxic. Gewoon een soort van klomp aan je been. Girl, run. Run for the hills. Get your shit and run. Oké? You don't need that. Nee hoor. Mensen die toxic zijn, ontwijk ze gewoon. Ontwijk ze gewoon. Get them out of your life, girl. Vooral wanneer het guys zijn. Like, enough beefcake in the sea. Like, don't stay with him. He got to go. Okay. Dus dat. Nee. Ik deal niet met toxic mensen. It just doesn't go with my energy, you know. Don't do it, girl. Life is too damn short. So yeah. En twee, wat ze vroeg. Was. Laat me even kijken. Volgens mij was het how to be confident of zo. Maar. Let me see. Just to make sure. Right. How to get confidence. Ik ga sowieso nog genoeg video's maken over zelfvertrouwen. Maar ik denk sowieso iets wat je sowieso kan doen om jouw confidence meer omhoog te krijgen, is nieuwe dingen proberen. Ik heb over een tijdje iets heel spannends wat er gaat gebeuren. Wat ik nog nooit heb gedaan in mijn leven. En het is echt een groot ding voor mij doen. En ik vind het heel erg eng, weet je wel. Ik vind het heel erg eng tot het punt dat ik zelf dacht van, nee, ik ga het niet doen. Maar toen dacht ik, like, bitch, what the fuck are you talking about? Like, you the queen. So, get your shit together, you know. Pick yourself up off the floor. And get back to the swing of things. Het is heel eng natuurlijk, nieuwe dingen. Maar als je iets nieuws probeert,
en het lukt, dan is dat echt super goed voor je confidence. Like, super goed voor je confidence, omdat dan ga je zelfverzekerder voelen, omdat je dan zoiets hebt van, hey, ik kan dit gewoon, het lukt gewoon, weet je wel. Waarvoor was ik bang, you know? En probeer jezelf te trainen in het scheid hebben met wat mensen van je vinden. Want onze onzekerheid komt vaak van... we zijn vaak onzeker over het feit van wat gaan mensen vinden? Wat gaan mensen denken? Wat gaan mensen zeggen? Hoe gaan mensen mij zien, weet je? Maar honestly, ik zeg je eerlijk... En ik wil niet doen alsof ik like the bomb ben of the queen of the universe. Honestly, we all know that I'm the queen of the universe. But anyway. nee, maar ik wil niet doen alsof ik de meest zelfverzekerde persoon ben op de planeet. Ik behoor tot zeker de top 10. Maar nee, I'm just playing. Nee, maar weet je wat het is? De enige mening in mijn leven die het belangrijkst is, naast mijn vader en mijn broertje, want dat zijn de enige twee mensen naar wie ik echt zou luisteren en wie mijn gedachten zouden kunnen veranderen, als ze goede argumenten hebben, omdat ik weet dat dat zijn de twee mensen in mijn leven die mij accepteren voor wie ik ben, 100% altijd vanaf geboorte tot nu, weet je, waarschijnlijk totdat ik de pijp uit ga, zeg maar. Maar naast die twee mensen, de enige mening die uitmaakt in mijn leven is mijn mening. Wat ik van mezelf zie, wat ik van mezelf vind, hoe ik mezelf zie. Omdat, laat me even mijn mond leeg maken. Omdat, wanneer ik in de spiegel kijk, dan zie ik mij. Ik zie niet iemand anders. Ik zie niet die persoon die mij oordeelt. Ik zie niet die familielid die raar over mij denkt of over mij praat of whatever. Weet je wel, ik zie mij. En de enige persoon die ik gelukkig moet maken in mijn leven ben ik. Omdat ik moet mijn leven leven. En ik moet elke dag opstaan en mijzelf in mijn ogen kunnen kijken. In de spiegel kunnen kijken en... blij zijn met wat ik zie. Met wie ik zie. En dus fuck wat mensen denken, weet je. Ik weet dat het moeilijk is. En ik weet dat het soms echt een hoordeel is om overheen te gaan. Omdat ik heb ook een periode gehad die dat ik super onzeker was. Nou ja, ik ben nooit echt super onzeker geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb ook wel... Kijk, als je tiener wordt en je lichaam verandert. En opeens vind je jongens leuk. Dan heb je wel dat momentje dat je denkt van... Oké. Ik zie er nu anders uit. En oh, hij vindt me leuk of hij vindt me juist niet leuk. Ik heb ook wel eens jongens meegemaakt in mijn leven genoeg die mij niet leuk vonden, die ik bijvoorbeeld wel leuk vond. Dus tuurlijk heb je die tijd in je leven, hè, dat je gewoon op voor jou doen op jouw onzekerst bent, weet je wel. Maar besef dat een periode is en dat dat niet je leven is. Dat is een week, dat is een dag, dat is een moment. Dat is niet jouw leven. Jouw leven moet je niet, zeg maar, definen bij zulke momenten. Zulke onzekere momenten, weet je wel. En je moet jezelf er gewoon in trainen om... Weet je, mensen, hun mening moet jou niet boeien. Omdat, guess what? Weet je, ik vind het leuk dat jullie allemaal naar mij kijken. En dat ik mensen help. En dat jullie me steunen. En dat ik mensen inspireer. Ik vind dat echt het mooiste wat ik überhaupt tot nu toe heb gedaan in mijn leven. Dat ik mensen kan inspireren om zelfverzekerd te worden. Maar aan het einde van de dag vind ik het leuk dat jullie mij leuk vinden. Maar ik vind het 100 keer belangrijker dat ik mezelf leuk vind. Snap je wat ik bedoel? En dat moet je hebben. Je moet gewoon op een level komen waar jij gewoon oké wil zijn met jezelf. Je wil gewoon van jezelf houden. Je wil gewoon blij zijn van... Weet je,
soms kijk ik in de spiegel en soms denk ik, damn bitch, like, mijn god, zelfs mijn telefoon valt ervan om, dat ik gewoon in de spiegel kijk en dat ik gewoon zeg, damn, like, you look like a snack today, bitch, like, okay, where you going, like, okay, you know, tuurlijk, weet je hoe vaak ik dat heb, dat ik gewoon in de spiegel kijk en dat ik denk van, okay, I see your juicy legs, I see that ass, okay, you'll be on point today, okay. En soms heb ik momenten denk ik, oh, Bren, het ziet er niet uit vandaag, wijfie, maar you know what, we're gonna make the most of it, you know, we're gonna, you know, we still cute or whatever, we still cute, you know, even on our worst days. En dat moet je hebben, weet je wel. Word gewoon je eigen fan. Nogmaals, ik weet hoe moeilijk het is om soms in jezelf te geloven. Vooral wanneer je in een situatie zit waar heel veel mensen niet in jou geloven, weet je. Ik had het bijvoorbeeld toen ik de modeopleiding ging doen. En dan kom je toch heel veel mensen tegen die dan denken, ja, modeopleiding, ja. Daar zit toch geen geld in, weet je wel. Wat ga je daarmee doen en dit en dat. Bijvoorbeeld laatst kwam ik een meisje tegen die ik ken van jaren geleden. En toen vroeg ze hoe het ging. Ik heb bepaalde doelen in mijn leven die ik wil bereiken. En ze vroeg naar een specifiek doel die ik haar jaren geleden had verteld dat ik wou doen. En ik heb het nog niet bereikt. En I'm on the way though. Don't worry. You know, the universe got my back. But anyway. Toen zei ze van, oh, heb je dat nog steeds niet gedaan? Weet je, zo van, like, bitch, what are you doing with your life? Weet je? En toen dacht ik van, dat is gewoon weer iemand die niet echt gelooft in mij als persoon. Want iedereen die in mij gelooft als persoon, die weet van, Brandy is gonna get what she needs to get, okay? Brandy got her, I got my own back. You know what I mean? En dus zulke mensen kom je altijd wel tegen in je leven, weet je. Net zoals ik zei, toen ik de modeopleiding ging doen, had ik heel veel mensen om me heen die zoiets hadden van, ja, waarom ga je nou de modeopleiding doen? Like, daar zit geen geld in en ga maar gewoon een baan doen waarvan je zeker weet dat je werk kan vinden, bla bla bla. Maar ik ben te eigenwijs en ik wil gewoon wat ik wil. Snap je, het is mijn leven. Ik wil gewoon doen wat ik wil doen en ik wil mezelf blij maken. Ik wil zelf blij zijn met het leven die ik leef, omdat, guess what? It could be over tomorrow. So, as long as I'm here, girl, I'm gonna make the most of it. Like, I'm gonna make mistakes and be sad and be happy and be fucking fantastic and, you know, wear what I want, do what I want. Je weet toch? En het is gewoon echt belangrijk om je leven te leven voor jou. En dat heeft ook echt te maken met zelfvertrouwen, weet je. Leef je leven voor jou. Ik snap dat het, soms wil je naar je vrienden luisteren. Soms wil je naar je vriendje luisteren omdat je hem zo leuk vindt. En sorry van die glans in mijn bril trouwens. Ik had vandaag geen zin om make-up te doen. Meteen, want ik moet straks wel mijn make-up doen, want ik ga nog een video filmen hierna. Maar toch, ik had gewoon honger, basically. Maar ik snap het, weet je, als je hem soms leuk vindt, dan wil je soms luisteren naar wat hij zegt. En, maar nee, like no. Luister naar jezelf. Wat wil jij? En als dat is dat jij wil, dat jij je wat anders wil kleden. Misschien wil je jezelf wat bloter kleden, wat vrouwelijker kleden, wat mannelijker kleden, wat spicier kleden, wat unieker kleden. Misschien besluit je vandaag dat je voor de rest van je leven zwart gaat dragen. Luister, if you like it, I love it. You know? Simpel. Simpel. En weet je wat het is? Vaak denken we dat we alleen zijn. Maar we zijn nooit alleen in onze unique ways. Snap je wat ik bedoel?
iedereen is uniek. Maar er zullen altijd mensen zijn waarmee jij jouw onzekerheden in gemeen hebt. Snap wat ik bedoel? En bitch, you awesome. Like, you awesome. You wonderful. Weet je bent mooi, je bent slim. Je bent alles wat je nodig hebt om jouw best zelf te zijn. Dat heb je al in huis. Alleen je moet het gewoon omarmen. En je moet gewoon scheid hebben van wat de wereld van je denkt. Omdat als jij je eigen keuzes niet maakt, gaan mensen voor jou kiezen. Dan gaan mensen voor jou kiezen hoe jij je leven moet leven. En dat moet je nooit laten gebeuren. Weet je, leef gewoon je leven hoe jij het wil en wat jou blij maakt. Zolang je niemand ermee pijn doet, like really like hurting people, of het is slecht voor like the planet and stuff, moet je gewoon je ding doen. Moet je gewoon je ding doen, weet je. Ja, ik kan je niet uitleggen hoe belangrijk het is om gewoon je leven te leven hoe jij het wil leven, omdat je krijgt het maar één keer, weet je. Niemand is na de dood teruggekomen en heeft me opgezocht en was like, bitch, don't worry. You know, after you die, you're gonna get a whole nother life. You know, je gaat dit allemaal nog een keer doen. Don't worry. Niemand. We weten niet wat hierna is. So, while we're here, live your best fucking life. Live your best life. Like, seriously. Live your best life, you know. Just live your best life, you know. En ik merk het ook steeds hoe ouder ik word. ik heb het gevoel alsof ik, wanneer ik dat zeg, dat ik echt zo wil, dat ik echt zo doe alsof ik al, weet ik veel, 82 ben of zo. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik gewoon besef dat de persoon die ik ben, wil ik heel graag blijven, zeg maar. In de zin van, ik wil nooit meer terug naar die fase in mijn leven waar ik gewoon wel dacht aan wat mensen van mij dachten. Snap je? Ook heb ik nu nog steeds momentjes. Het is niet erg om onzekere momenten te hebben. Omdat, luister, als je niet onzeker bent, dan leer je niet. Want als je onzeker bent, dat betekent dat je zenuwachtig bent. Dat betekent dat je bang bent voor iets. En dat betekent dat je iets nieuws gaat doen. Of iets doen wat je niet zo vaak doet. En dat is goed, want dan leer je dingen. Maar Zorg gewoon dat jij je leven niet laat leiden door die onzekere momenten. Of door die mensen die van alles van je denken. Omdat aan het einde van de dag, mensen vinden altijd wel iets mis. Mensen vinden altijd wel iets mis. Ja. Ze kunnen iets misvinden bij iedereen. Dus why? En 9 van de 10 keer zijn die mensen die jou oordelen, die mensen die super onzeker zijn. Ik ken bijvoorbeeld iemand, een volwassen vrouw is dit hoor, een volwassen vrouw. En zij moet altijd, zij is heel pessimistisch. Heel negatief over van alles, weet je. Altijd mensen naar beneden halen, weet je. Begrijp me niet verkeerd. Je mag een mening hebben over iets. Maar er is een verschil tussen een mening hebben en gewoon onbeschoft zijn, weet je wel. Bijvoorbeeld als je iemand ziet die je kent en die heeft een lelijke jurk aan. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oh ja, maar weet je, zullen we volgende keer, jij vindt die jurk niet mooi, weet je, dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen van, in plaats van, nou sorry hoor, maar je ziet er niet uit, ook gewoon zeggen van, hey girl, volgende keer ga lekker mee, dan gaan we lekker shoppen en dan mag ik je stylen of zo, weet je, gewoon een beetje, of bijvoorbeeld geef tips van like, oh, dat jurkje zou echt leuk zijn met dit of dit of dit of zus of zo, zus of zo. Dus de volgende keer dat diegene dat jurkje aandoet, dan denkt hij misschien aan de tips die je hebt gegeven. Zo iemand is zij. Ze is heel erg negatief over alles.
En begrijp me niet verkeerd. Iedereen moet zijn leven leven hoe hij het wil leven. Maar zulke mensen ga ik vaak uit de weg. Want dat zijn mensen die zelf heel onzeker zijn. Zo onzeker dat ze zeg maar het mooie van dingen niet kunnen zien, weet je wel. En ik vind dat ook gewoon hele gevaarlijke mensen. Want dat zijn, komen weer terug bij die toxic people. Die behoren ook tot toxic people, weet je. Ze zijn gewoon heel erg negatief altijd. En ik kan in elke situatie een positieve... draai geven. Soms duurt het eventjes, omdat soms ben je gewoon verdrietig om iets. Of teleurgesteld of whatever. Maar alles in het leven gebeurt met de reden. En daar geloof ik echt in. En ik denk dat als je ook gewoon keihard werkt voor dingen. En ook echt uitspreekt. En echt focust. Dat je overal kan komen. Dat je alles kan bereiken wat je wil bereiken. Maar je moet er zelf wel ook in geloven. In hou een positive mindset. Weet je. En ik weet hoe moeilijk het is om positief te blijven. Vooral in deze tijden. Waar mensen hun banen verliezen. En het gaat gewoon even kut nu. But like, we zijn sterk. Like, we zijn sterk. En geloof in jezelf. En geloof in wat je kan. En use your shit. Like, weet je, als je talent hebt, ga beoefen dat. En maak het beter. En ga gewoon doen wat jou happy maakt in het leven. Weet je, ook al is dat iets waar niemand in gelooft. Alleen jij. Ga ervoor. Want jij weet wat het beste is in jouw leven. Weet je wel. Ga niet domme dingen doen. Like, ga niet zonder een beetje na te denken dingen doen. Maar laat je niet tegenhouden door angst of door mensen die niet in jou geloven. Omdat, luister, mensen in deze tijd zijn te druk met zichzelf. Weet je, ze hebben geen tijd om in jou te geloven. Like, jij moet in jou geloven. En als ze zien dat je goed gaat, dan komen ze rennen. Don't worry. They'll come. You know. En dat is gewoon belangrijk, weet je. En vergeet ook gewoon niet hoe awesome je bent. Like, herinner jezelf. Like, weet je, herinner jezelf aan alle dingen die je hebt bereikt in je leven. Weet je, die je hebt bereikt in je leven. Of alle dingen die je hebt overleefd in je leven. Of alle gevechten waar je met schrammetjes uit bent gekomen. Maar waar je nu van hersteld ben. Of weet je, herinner jezelf aan die kleine overwinningjes. Of die grote overwinningjes in je leven. Like, you did that, you know, you did that, you lived through that, like, you're still here, and you're thriving, and you're growing, and you're learning, weet je, dat is echt gewoon belangrijk, like, weet je, en niet om wat, weet je, ik geloof in iedereen, als jij iets wil bereiken, je kan het, let's, you know, do it, just fucking do it, en fuck wat mensen denken, like, want mensen gaan altijd wat denken, ook al ben je iemand, en je geeft altijd geld aan arme mensen. En je kookt voor de daklozen. En je hebt zoveel goede doelen. En je doet heel veel voor het milieu. En blabla. Gaan mensen nog iets vinden wat aan jou slecht is. Snap je wat slecht aan jou is? Wauw. Waarom kan ik niet normaal Nederlands praten? Anyway. Gaan mensen altijd flaws vinden. Gaan mensen altijd flaws bedenken voor jou. Weet je wel. En nee man. Je moet daar gewoon... Nee, fuck it. Like, zolang die mensen niks te maken hebben met jou. In de zin van, je hebt ze niet nodig om adem te halen. Je hebt ze niet nodig om te eten. Je hebt ze niet nodig om überhaupt te leven. Maakt het niet uit wat ze zeggen. De enige meningen die uitmaken in jouw leven. Zijn de meningen die jij laat uitmaken in jouw leven. That's all guys. That was some inspiration flowing. Dat was echt een Yoda moment. Ja. Ik weet niet. Ik voel me vandaag... Ik weet eigenlijk niet. Goed. Gewoon een beetje... Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ik voel mezelf gewoon een beetje... Ja. At peace today. I feel at peace or something. I don't know. Ik moet straks... nog wat dingetjes doen. Ik heb echt... Er komt iets aan wat ik heel graag wil delen. Maar het nog niet kan delen. Ik denk volgend jaar ergens. Begin volgend jaar ergens of zo. Ja, dat denk ik. I need to figure it out. Figure my life out. Ik heb, by the way... Zo'n mooi, ik kijk er nu naar. Zo'n mooie jas gekocht bij de Primark.
Die zien jullie vrijdag in Fashion Friday. Het is best wel donker buiten, by the way. En het is echt like 9 over 5. En het is like best wel donker buiten. These winter times, man. Oh god, het is bijna kerst. Like, het is like 10 november of zo. 8 november, but it's almost Christmas though, like. We zitten al bijna in volgend jaar. Over 3 maanden word ik 27. God, Jesus. Where's the time going? Ja. Anyway, guys. This was fun. This was fun. Love you guys. Stay positive. Stay yourself. Always. Fuck what they say. En ik zie jullie in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie in de volgende video. Oh, subscribe, subscribe, subscribe. Follow me on Instagram. And I'll see you over there. Doei. Kan jullie niet uitzetten. What else is new? Ik ga jullie even uitzetten via de telefoon. Deuces.